Ja, goedemiddag allemaal samen. Dus ik krijg hier al verschillende pluimen op in de hoed. Maar niet zo snel zou ik die hebben na 5 of 4 jaar. Dus ik ben iemand die graag werkt op lange termijn. En in die lange termijn op korte termijn prijzen wil pakken. En daarvoor kom ik naar KC Genk. En overal in alle clubs waar ik gewerkt heb, daar moest ik mij altijd heel goed voelen. In de ambitie. En de ambitie is dat je een target, dat je een doelstelling hebt. En daarom heb ik ook altijd overal zo lang gewerkt. En dat is niet anders als bij KFC Genk. Dus ik wil absoluut hier resultaten halen. En iedereen die me al kent, ziet me als iemand die als een orkaan door een club raast, door een competitie raast. Maar ik ben een teamplayer. En in de voorafgaande hele veel gesprekken die we al gehad hebben, voel ik echt wel heel duidelijk aan dat wij samen hier aan iets moois gaan bouwen en iets moois willen creëren. En daar kan ik me eigenlijk 100% in vinden, daar ga ik 100% voor. En dat ga ik niet alleen doen, ik ga dat doen met heel veel mensen tezamen. En, dat wij gevoel, de clubmensen, de bestuurders, supporters, heel Limburg. En daar ben ik blij dat ik eigenlijk als Limburgers nog eens na zoveel jaren nog eens in Limburg kan werken. Want in het vroege verleden heb ik ook 7 jaar in Lommel gewerkt. Dus ik weet dat je nooit echt koning in eigen land bent. Maar het is aan mij voor dat toch te bewijzen. En ik hoop dat wij allemaal heel goed gaan samenwerken met de pers. En dat wij maar één doel hebben. En dat is terug heel veel beleving creëren in dit stadion. Oké, dankjewel. Zijn er vragen? Peter, je hebt altijd gezegd dat je altijd verder wilde in je carrière. Dat je ooit wilde naar een club waar je echt om de prijzen kon meedoen. Kan Genk deze club voor jou worden? Ja, en ik denk anders is het Peter Maas niet hadden aangesteld hier. Dus de lat ligt heel hoog en ook voor mij. En ik kan er perfect mee leven en ik voel me daar zelfs heel goed mee. Dus we gaan daar echt ons uiterste best doen. En je ziet, in voetbal kan alles heel snel veranderen. Kijk maar naar Gent, die 4 heel slechte jaren gehad hebben. Die eigenlijk Lokeren perfect heeft overgenomen in Oost-Vlaanderen. En nu op 1 jaar tijd de titel pakt. Dus in voetbal, en daar is het spelletje dan zo leuk voor, dat je kan op 1 jaar heel veel veranderen. Peter, je hebt al veel gezegd en geschreven over eventueel assistenten meebrengen, maar misschien kan jij het nu duidelijker zeggen. Is het de bedoeling dat Erwin Lemmens en Winston Stunt meekomen met jou naar Genk? Ja, in de gesprekken die wij tot nu toe hebben gehad, zijn wij nog altijd bezig in het doorlichten van. En, ik zal ook gesprekken hebben met mensen die hier al werken. Dus er zijn nog geen beslissingen in genomen. Dus er zijn verschillende opties. Maar we gaan alle partijen eens aanhoren en proberen de beste oplossing naar voren te schuiven. Wanneer ga je eraan beginnen? Ik ben vandaag mijn eerste dag gestart. En, ik was vandaag om 9 uur op de club. En, normaal gezien rijd ik, was 5 dagen mijn traject, 4 uur per dag in de auto. En normaal rijd ik van Lommel naar hier op een goede 35 minuten, maar ik heb er 1 uur over gedaan, dus ik moet de weg nog leren kennen. Ik bedoel, eerste training, heb je daar al zichtbaar? De eerste training die zullen plaatsvinden op 22 juni. Normaal gezien, medische testen zijn nog 20 en 21. Ik had liever begonnen op 15 juni. Dus door omstandigheden en feedback naar de spelersgroep die er op dit moment is. En de vakanties die vastgelegd zijn, is dat niet mogelijk. Dimitri, waarom merk je ook dat er ook wat betreft de medische staf gelopen zullen doorgaan? Omdat wij eigenlijk 1 team naar buiten willen krijgen. En daarmee gaan we de technische staf, gelijk ik zei. En de medische staf hoort daar ook bij. Dus we moeten 1 team hebben dat naar buiten gaat. En we gaan kijken of dat in de formule kan die vandaag de dag ligt.
Of dat het een andere formule wordt. En ook daar zal Peter in betrokken worden. Dus hij heeft ook zijn manier van werken uit het verleden. Hij weet ook wat de optimale werking is. En we gaan ook bij de desbetreffende mensen ook rond de tafel zitten. Net als de technische staf, omdat zij eigenlijk ook het geheel vormen van één staf. Peter, is het de bedoeling om spelers mee te nemen van Loken? Is daar iets over gezegd? Nee, er is totaal niks over gezegd. En dat is ook niet de bedoeling. Maar we kijken naar opportuniteiten. Wij proberen onze spelerskern zo sterk mogelijk te maken. En we zullen in eerste instantie kijken op de binnenlandse markt. En zeker bij onze eigen jeugd wat we kunnen doorschuiven. En dan gaan we kijken naar het buitenland. Maar ik neem aan dat jullie in de vele gesprekken al gesproken hebben over het huidige spelerspotentieel dat er is. En wie daarvan nog een kans zal krijgen en wie in de kortste keren zal te horen krijgen of die blijft of niet. Of is dat ook nog niet gebeurd? Jawel, dat is gebeurd. Er is al een gedeelte evaluatie van gemaakt, maar daar komen we op dit moment nog niet meer naar buiten. Tegen 22 juni? Het einde transferperiode is denk ik 31 juli. Augustus. Peter, heb jij zo hard ook al met spelers gesproken? Ik bedoel, dus daar een aantal spelers die terugkomen. In principe, die nog een contract zijn, zeg maar iets Jellebos. Heb je de bedoeling om daar zelf ook nog gesprekken in te hebben? Of is dat meer werk? Nee, ik denk dat ik vandaag mijn eerste werkdag heb. Dus ik denk niet dat het gepast is dat je al met spelers gaat spreken zolang je niet in dienst bent. Maar er zullen zeker gesprekken volgen. Jij bent iemand die altijd graag van korte lijnen hebt gehouden. Iemand waar je heel dicht mee samenwerkt. Of wil je rijden en zo. Is dat ook de bedoeling dat hier zo gebeurt met het team? Ja, ik denk dat ieder huishouden andere regels heeft en ook de coach die moet toch wel kunnen inschatten denk ik in welk huis hij terechtkomt en waar hij kan in functioneren en waar mensen met hem kunnen functioneren. Dus in die zin is denk ik ook dit weer al een uitdaging voor mij voor hier ook in die structuur. Een structuur te maken waar je heel goede resultaten en een heel goede werksfeer kan creëren. Dus ik weet dat ik bij Mechelen 4 jaar gewerkt heb in Vivenhoven en bij Timmermans perfect. En de volgende uitdaging was voor mij met meneer Lambrecht werken, wat niet evident was. En daar heb ik denk ik heel goed mee samengewerkt en we zijn fantastisch uit elkaar gegaan. Dus dat is ook al niet altijd evident denk ik. En dit is weer al een nieuwe uitdaging voor mij. Peter, de relatie met de fans die was verzuurd geraakt. De club heeft daar heel veel inspanningen gedaan intussen. Heb jij een boodschap voor de supporters? Ja, ik heb vooral een boodschap naar onze spelerskern. Dus ik denk al hetgeen dat er gebeurt op je rechthoek en al het positivisme dat je daar laat zien, ja, dan ga je de fans automatisch achter je krijgen. Dus je kan 101 inspanningen doen. Als het hier gebeurt op het veld, ja, dan kan je geen positief klimaat scheppen naar de supporters toe. En ik heb dat gemerkt in Mechelen, in Lokeren, in Lokeren vooral de eerste werkdag dat ik daar was. Toen dacht ik, wat voor een dode boel is dit hier. Maar we hebben eigenlijk, denk ik, door heel hard te werken, goed voetbal te brengen, hebben we daar eigenlijk het dubbele aantal supporters geëngageerd op 4-5 jaar tijd. En ik denk dat de eerste boodschap hier is. Goed voetbal brengen en laten zien dat je voor je club wilt werken. En daar ben je denk ik als coach ook verantwoordelijk voor. Niet alleen kwaliteit. Peter,